Hey Bart hier van MaakIetsMedia.nl. Welkom bij deze mega korte en simpele Wii video tip: Het versnellen of het tragen van je clips. Ik heb even op Cycling geklikt en hier vind je allerlei fietsvideo's. En ik sleep er even eentje in. En dan heb ik hier gewoon een clip van een dude die gewoon lekker aan het fietsen is. En hij. <laughs> Ja, nou, dat zit dus al in de clip. Zeg maar er zitten verschillende achtergronden. Daar gaat het nu niet om. Maar het gaat erom het versnellen en vertragen. Hoe krijg je dat voor elkaar? En daarvoor moet je naar de settings van deze clip, de eigenschappen. En als je je dubbel klikt, dan kom je in een ander scherm terecht. En hier links vind je dan allerlei tabbladen met allerlei instellingen over deze ene clip. Die je dus hebt geselecteerd in je tijdlijn. Transform. Dat is schaalpositie, flip en doorzichtigheid en zo. Een crop, daar kun je dus een stukje van afknippen. Animatie is heel wat anders. Keying is achtergrond weghalen. De kleur kun je een beetje aanpassen bij color. Maar we zijn op zoek naar speed. En bij speed vind je hier dus slower en faster. En ik kan hem dus heel erg langzaam zetten. En dan zal hij dus heel erg langzaam afspelen. Maar dan zie je dus dat het heel erg blokkerig gaat. Want dan uh, laat hij elke frame dus veel langer zien. En dan ziet hij dus. Nou, dat ziet hij niet uit. En bij sneller. Dan, dan snap je wat hij dus, dus doet. Nou, dat kun je dus met deze slider instellen. Je hebt hier ook range. En daarmee is het heel grappig. Dan kun je dus instellen welk gedeelte van deze clip die moet versnellen of vertragen. Bijvoorbeeld het uh, tweede gedeelte of uh, alleen maar het eerste gedeelte. Of een uh, stukje er uh, tussenin. Nou, op die manier kan je dat dus instellen. De range, dames en heren. Wat ook kan hier is ease in en out, en dan gaat hij dus uh, begin op normale snelheid en dan als ik hem op sneller zet, zeg maar, gaat hij begin op normale snelheid en dan uh, steeds uh, sneller en zo. Nou, dat uh, kun je dus instellen bij ease in out. en out. Hier ook een heel handig getalletje hier is de nieuw clip length. Want als ik hem hier in het midden zet, zeg maar, heb je dus eigenlijk de normale clip lengte. 22 seconden en 9 frames. Maar als ik hem heel snel zet, dan gaat hij dus... Ja, de nieuwe clip lengte zal dus veel korter worden, namelijk nog maar 1 seconde. En als ik hem heel langzaam zet, dan zal hij dus 1 minuut en 37 seconden en 2 frames erover doen. Dus hieronder kun je dus zien hoe... Uh, snel de, nee, wat de lengte is van je nieuwe clip. Maar let op. Dus ik zet hem eventjes bijvoorbeeld uh, op um, wat uh, sneller zo. En nou, uh, is alles ingesteld. Druk je op don. En dan heb ik hier dus die uh, nieuwe clip. En die staat hier nu helemaal aan het begin. En die is natuurlijk veel korter geworden, omdat hij uh, heel erg snel aan het fietsen is. Maar wat ook altijd kan, je kan hem ook altijd nog weer um, een beetje aanpassen. Hier in de. Tijdlijn, oké? Okay. Dus let goed op: nu de nieuwe cliplengte is nu dus maximaal 1,20, maar je kan hem ook gewoon nog een stukje uh, korter slepen in je tijdlijn. Je kan hem ook nog eventueel um, als ik hem hier in het midden zet uh, splitten en gewoon bewerken als elke andere gewone clip. Dus op deze manier kun je dus versnellen en vertragen in je video. Handig, maak iets.